Ja. Het voelt echt alsof ze mijn oren af aan het trekken zijn. Ja, maar... Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier in de kleedkamer van de schaatsbaan in Utrecht. En ik heb ontzettend veel zin om weer eventjes te knallen. Ik heb mijn schaatsen hier klaar liggen, mijn helm. Ik heb de zoomlens, zodat ik weer wat vette beelden voor jullie kan maken. En daarnaast heb ik hier mijn outfitje liggen. Helemaal in knolpower rood. En zoals jullie weten bestaat deze al. De knolpower fanny pack. Het t-shirt wat ik hieronder heb, die was er al wel. Maar die is helemaal uitverkocht. Deze is ook helemaal uitverkocht. En de hoodie is nu nieuw. En die staat dus vanaf dit moment op knolpower.nl. Dus heb je nog geen leger item van knolpower en wilde je dat wel heel graag hebben? De hoodie staat vanaf nu online. Oké, dames en heren. Ik sta op dit moment op het ijs. Er zijn allemaal fanatieke mensen weer aan het schaatsen. En ook van mijn team zijn er allemaal weer mensen aan het schaatsen. Ik ga snel die kant op, want de training gaat weer beginnen. Dames en heren, de training van het schaatsen zit er weer op en ik moet zeggen dat ik best wel veel vooruitgang weer heb gemaakt en daar ben ik heel erg blij mee. Maar nu gaat er iets anders gebeuren. De reden trouwens dat ik in deze auto rijd, een BMW, het is niet mijn eigen auto, dit is weer een leenauto, is omdat die Porsche die moest weer teruggebracht worden, die rode. Nu heb ik even een BMW en ik ga bijna mijn eigen auto weer ophalen en dat ga je allemaal weer zien. Het wordt echt weer een groot spectaculair en ik heb er super veel zin in en hij wordt echt mega vet. Maar wat er voor nu gaat gebeuren is dat ik samen met Tess naar Lelystad ga. Toen de video online kwam, toen heb je de video gekeken en de reacties gelezen. Ja. Mijn kijkers zijn wel heel lief, hè? Ja, 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 ik vond het echt lief. Het was echt leuk om te lezen wel. Nou, mooi zo. Ik vind het ook echt super tof dat voor de mensen die het nog kunnen herinneren, Tess die was ongeveer anderhalf week geleden was bij mij. Toen gingen we samen naar een kliniek, de Beekman Kliniek. En daar gingen wij een soort van op sollicitatie, zeg maar een intakegesprek. Sollicitatie. Een sollicitatie om een oorcorrectie te krijgen, een flaporcorrectie heet dat. En Tess die komt daarvoor in aanmerking. En we zijn na die intake zijn we naar huis gegaan. En toen hadden we het er nog over dat je het best wel spannend vond van wat gaan mensen zeggen, hoe gaan ze reageren. Maar jullie waren echt super lief, hele toffe reacties achtergelaten. Er werd een paar keer gezegd dat ze, nou, zoals ik ook al zei, dat je ondanks dat je een flaporoor hebt, ben je ook al een hele knappe meid. En dat zeiden de kijkers ook, dus dat is hartstikke leuk om te horen. Maar voor je eigen gevoel voelt het gewoon fijn als dat verholpen wordt. Dus wij rijden serieus nu op dit moment naar Lelystad. En daar gaat de mini-operatie van 10 minuten plaatsvinden. Ja, zullen we gaan timen? Kijken hoe lang ze er echt over doen. Hij zei 10 minuten. Hij zei 10 minuten. Straks wordt het in één keer 6 of zo. Dat kan ook. Nou, we gaan gewoon timen. Of 16. Ja, ik ga timen voor je als je dat wil, tuurlijk. Ja, nou ben ik wel benieuwd. Ja, want ik ben ook gewoon de hele tijd bij, hè, met de operatie. Ja, gezellig. Dus, ja. Kun je wel tegen naalden en... Ja. Mesjes. Tot op zekere hoogte. Oh, nou. En anders dan hou ik gewoon de camera zo gericht en dan kijk ik zelf weg, zeg maar. Oké, is goed. Dan duw ik zo die camera en dan kijk ik zelfs aan de andere kant op. Nee, dat moet vast wel goed komen. Ik heb zelf ook een paar ingreepjes gehad waarbij wij... Ja, soms val ik terug in mijn Russische roots. Ik kom uit Rusland. Ja. In ieder geval, heb je mijn nieuwe hoodie al gezien? Ja, leuk. Vind je hem dope? Ja, want ik zei net dat jij er swag vol uitzag, maar je zegt helemaal niks over mij. Dat is toch wederzijds een beetje? Ja, sorry, maar weet je wat het is? Als ik een compliment gelijk teruggeef, dan is het net alsof ik hem niet accepteer. Oké. Toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, zeg maar, ja. Ja, ja, klopt. Okay, ja. Okay. Maar je ziet ook leuk uit. Ja, top. Nee, ja. Dankjewel. Super. Nou, top. We gaan met deze instelling en vrolijkheid gaan we naar de kliniek. En we gaan ook gewoon los
van dat er een kleine operatie wordt gedaan. Dan gaan we ook gewoon lekker lol hebben. Want het is de bedoeling dat we lekker ontspannen daarheen gaan. En voordat je het weet is het alweer voorbij. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop dat wij met z'n tweeën dit team, Team Flappoor. Nice. Dat wij mensen kunnen helpen om... Om deze weg door te slaan van flapoorcorrectie, dat mensen helpt in hun misschien wel eigen onzekerheid. We gaan het zien. Heel even kijken of daar mijn merk bij zit, hoor. Even kijken, nee, dat niet. Ja, boah, moet ik kijken. Boah, dat is niet de enige mensen, moet ik kijken. Oh, dat is wel een mooi plaatje. Boah, dat is 2. Boah, dat is 3. Boah, dat is 4. Oh, moet die gekker worden. Hier. Boah, dat is 5. Hey mensen, we gaan gewoon door hoor. We gaan gewoon door. Niks aan de handje. Boah, dat is 6. Oh nee, komen er net van die auto's. Nee. Ja hoor. Boah, 7. Mooi man. Dit heb je niet nodig, toch? Nee. Waarom kijken we hier naar? Weet ik ook niet. We moeten wachten totdat we worden opgehaald. Ja. En nu ga ik hier dan zo'n heel zenuwachtig shot van jou maken. Met zo'n heel spannend muziekje eronder, dat het bijna gaat gebeuren. Wil je wat drinken? Wat water? Koffie. Koffie? Wil je koffie? Ja, koffie. Tuurlijk, gaan we koffie drinken. Nice. Ik ga koffie voor je fixen, ja? Blijf zitten, chill. Tranquilo. Nee, ik moet even bewegen. Oh, is dat zo? Oh. Ja, mooi knolpauwrood mokje. Ja, ook koffie. Ja, lekker. Koffie of cappuccino? Oh, cappuccino hebben ze ook. Ik zie dat dit de cappuccino beker zijn. Oh, nou doe maar een kaakchirurg beker. Oh, dat is een mooi gezicht. Het e-mailadres. Ja, niet met zo'n intro. Ik heb nog nooit zo'n episch shot gemaakt van iemand die bij het koffiezetapparaat staat. Is dat cappuccino? Ja. Dankjewel. Oké, Tess die is heel eventjes naar de wc. Alleen ze heeft haar telefoon laten liggen. Dus laten we even een paar leuke foto's maken op haar telefoon. Kijk, ik heb de camera erbij gehaald. Oké, ik leg haar telefoon nu weer terug. Ik ben benieuwd wanneer ze het door heeft. Maar eigenlijk moet het... Weet je hoeveel je moet? Hoe was het? Ja, goed. Mooi. En bij jou? Goed. Nice. Wat doe je? Jouw filmen. Hi. Ja, je bent zenuwachtig. Want je ik moet... was hier super ongemakkelijk van. Als ik je film? Ja. We hebben nog helemaal geen selfie gemaakt of zo. Of een foto met jouw telefoon of zo. Wil je geen foto van mij? Oké, die staat erop. Kijk maar even. Hi, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, neem jij het maar over, dan ga ik koffie drinken. Dit is echt super zwaar. Ja, dat zegt altijd iedereen. Dit is echt super zwaar. Zeg maar hoe het met je gaat. Het gaat goed. Gaat het met jou? Gaat het ook goed met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Voel mij niet goed. Nee, misschien moet jij dat doen. Maar check maar even welke foto je het mooiste vindt. Ik heb er 2 gemaakt. Ja, heel mooi. Vooral deze. Ja, die is wel echt goed. Ja. Hallo, goeiedag. Dag. Hoe maakt u het? Hoi. Zo, ben je klaar voor? Ja. Krijgt zij ook zo'n mooi outfitje aan? Nee, niet zo mooi. Alleen voor mij. Oh. Ja, dat is ook verschil, hè? Ik zie het. Ga ik eerst even kijken waar we dit clipje gaan plaatsen. Dat doe ik eigenlijk precies zoals bij de polyclinisch intake. Ik maak even een tekeningetje. Kijk waar het beste is. Daar dat tekeningetje maak ik dan definitief. En dan, dan gaan we aan de slag. Tom? Nice, gaat het gebeuren? Ja, ik doe geen oorbellen in. Het voelt echt super kaal. Al die gaatjes over. Oh ja, eerst had je helemaal vol met oorbellen. Ja,
En nu gewoon helemaal kaal. Helemaal niks. En zo, je rits staat open. Staan mijn rits open? Oh. Sorry. Dankjewel, scherp van je. Ja. En dan helemaal gestrekt. Als je dit hele dag, ja, dan hoef je niet meer te sporten, joh. Dat is best wel zwaar. Ja. En dan ook nog ervoor te zorgen dat die camera... Ja. Zo. Dit is de goede houding. En dan kijk, nu doe ik niks meer. Nu is het de vlog van de dokter zelf. Even een snelle mini-vlogcursus tussendoor. Geweldig, dank je. Voor de mensen thuis, wat dus nu zeg maar de bedoeling is, is dat nu worden er stipjes gezet en streepjes in de oor van Tess. En ik heb dus begrepen dat dit eigenlijk het meeste werk is. En nu krijgt Tess ook weer dat klepje in. En dan kan ze straks even in de spiegel kijken. Of dat het is wat ze graag wil. Precies, want het is uiteindelijk belangrijk dat Tess er tevreden over is. En dat vind ik wel heel erg nice, dat je al gewoon in de spiegel kan zien, zo komt het eruit te zien. En als je dan een akkoord geeft, dan gaat het gebeuren. En wat ik al zei, dit randje dat zit in je oorrand, daar kunnen we niks aan veranderen. Ja, mijn moeder heeft dit dus ook, dus ik denk dat ik het groen van haar heb. Ja, dat is, ben ik dus achtergekomen. Kenmerk van de familie. Ja. Maar als je nu zo kijkt in de spiegel, en je kijkt van beide kanten, zeg maar, dan is dit gewoon is wat je wilde. Een stuk minder, ja. Ja, ik vind het wel nice. Nice. Ja, zoals ik al zei, ik vind het sowieso al een knappe meid. Maar als jij hier fijner door gaat voelen, dan gaat dat gebeuren. Alles, dat zei ik vorige keer ook. Je hebt iets, daar stoor je aan. Je hebt veel andere kwaliteiten, prachtige oren. Je neus staat goed, hè, je gezicht is goed. Maar dat oor, dat stoort je. Ja. Denk je dat er veel mensen naar je oor kijken? Ik heb het idee van... Ja, dat is het. Je hebt het idee, maar dat beheerst je dagelijkse leven. Dan is wel de moeite waard om er wat aan te doen. Kun je dat gewoon laten rusten en dan kun je gewoon weer... Hè? Dat is altijd zo'n terugkerend dingetje. Nice. Als je mij wel belooft dat na dit oor, zeg maar, je alles verder zo laat, oké? Okay? Ja. Ja, niet dat je dan daarna dat hebt en dat je denkt, nou, mijn neus eigenlijk... Ja, dan kan de rest ook wel. Nee. Want voor de rest... top. Thanks. Oké. Okay. Cool. Nice. Nou, gaat het bijna gebeuren. Altijd even kijken wat ze aan het doen zijn. Ja? Ja, dat zie je niet meer. Ja, die lampen zijn altijd een beetje confronterend, hè? Die zijn zo fel. Zo ziet de hemel eruit. Dan hoop ik dat ik naar de hemel ga. Goeie naald, hoor. Ja, goede naald, hè? En mijn hand vasthouden? Nee, hoeft niet. Wil je mijn hand wel vasthouden? Ja, dat wel. You got this. Ga je zeggen als die naald erin gaat of ga je hem gewoon in? Ik zeg nu het in. Oh, het valt wel mee. Dit gaat helemaal goed. Ja, met zoiets bereid je eigenlijk altijd voor op het ergste. Tenminste, dat heb ik ook bij bijvoorbeeld de tandarts. Maar het mooiste is dat dan is het zeg maar het enige, want daarna voel je niks meer, want is het verdoofd. Mm-hmm. Dus het enige wat dan pijn doet is de verdoving. Maar je vindt dit meevallen? Ja. Zit die naald er nog in? Ja. Nee, ik voel hem niet meer. Nee? Nee. Ik kan me echt niet voorstellen hoe lelijk dit eruit gaat zien als ik dit terug zie. Nee, maar dat ziet er helemaal niet lelijk of gek uit hoor. A few moments later. Dat was de verdoving. Top. Mag je hand eens voelen? Heb je een beetje zweethandje? Ja, je hebt wel een beetje zweethandje. Jij ook hoor. Maak ik nog even een selfie? Echt hè? Ja, jij film mij dus, ik film jou. Nou, dit wordt wel heel erg mooi. Ja, mooi blauw is niet lelijk. Blauw kapje. Maar je kan wel echt blijven lachen gewoon de hele tijd hoor. Ja, ik heb dat altijd. Als ik zenuwachtig ben, dan ga ik altijd heel veel lachen. Ja. Ik ga het lachen als ik pijn heb. Ja? Daarom net met die naald. En dit is allemaal om het zeg maar steriel te houden, dus gewoon schoon. Ja, wordt nog een keer gepoetst om het lekker schoon te houden. Oké. Okay. Dat ziet er heel soepel uit. Doet al 23 jaar. 23 jaar? Ja, wel 23 jaar pas.
rondjes hechten, snijden. Maar het bloedt ook amper. Ja. Het voelt echt alsof ze mijn oren af aan het trekken zijn. Ja, dat trekken is best vervelend. Ja? Ja. Ben je vroeger nooit aan je oren getrokken? Nee, dat is ook niet de reden dat ik een flaporen heb. Je kreeg altijd een schop onder je kont. Nee, ja, ook niet. Ik ben altijd zo'n braaf kind geweest. Ja, ontzettend. Maar ik denk dat het ook best wel geruststellend is voor mensen om te zien dat je gewoon bij dit iemand mee kan nemen waar je gewoon mee kan blijven praten ook. Ja. Want ik kan nu gewoon met jou chillen hier. Maar ja, mensen zien ook dat het niks voorstelt. Echt niks. Nee, het is niet echt. Nou, ik vind dat je je super groot houdt. Nou, zit hij erin. Wow! Dan gaan we het dichtmaken. Dan is het klaar. Wow. Ja? Ja, echt snel, hé. En dit wordt gehecht? Ja, met een oplosbaar hechtingje. Oké, dus die hechting die hoeft ze niet later voor terug te komen om eruit te laten halen? Nee, ik wil wel controleren. Bij sommigen lost het eerder op dan bij anderen. Oké. Dit hechten ziet er ook gewoon echt super vet uit, gewoon. Als ik dit zo zie, denk ik dat u ook heel goed kan breien. Nou. Haken. Ja. Dat laat ik een ander over. En je voelt nu helemaal niks tijdens het hechten? Nee. Helemaal niks? Nee. Oh. Zou ik het wel zeggen, denk ik. Oh. Ja, ik denk dat je het dan wel hoort. Oh, wat nice. En wanneer is die verdoving uitgewerkt en begint ze een soort kloppend gevoel te krijgen, denk ja, ik? Ja, ze verdovingen het altijd een uurtje. Dus ik zeg tegen de mensen altijd dat ze op tijd een paracetamol moeten innemen. Oké, dus na de operatie straks, of de ingreep. Operatie vind ik eigenlijk een te groot woord. Ja, het is wel een operatie, je maakt iets open. Ja. Maar het clipje zit nu hier. Zie je niet dat je ziet de tekening van mijn tekening? Daar blauw zit het clipje. Hier zit het clipje. Oké. Wat we nu doen om het littekentje wat te beschermen. Dus straks na de ingreep kan ze een paracetamolknol nemen? Ja, een paracetamol. Paracetamolknolletje. En dan na een uur moet ik van haar af zijn, want dan begint ze iets te voelen. En dan... Oh, wat flauw! Nee hoor. Ik denk dat we straks, als jij zo doorgaat, Tess, krijg je van mij straks lekker ijsje. Ja, het ijsje kun je tegen het oor aanhouden. Dat is ook een geval. Oh, dan kopen we twee ijsjes. Eentje voor het oor en eentje voor jezelf. Nice. Ja, ijsjes zeker. Een huidskleurige pleistertjes. Je mag gewoon douchen vanaf morgen. Gewoon mag je water, mag je haren wassen. En laat die pleistertjes die geven wat steun. Dat die, waar dat clipje zit, dat het niet zo blauw wordt. Hoe lang duurt het bij de meeste mensen voordat het helemaal hersteld is? Ja, kijk, ik heb het liefst dat dat pleistertje gewoon een weekje blijft zitten. Oké. Okay. Meisjes hebben het voordeel dat, ze hebben lange haren, kunnen ze dat gewoon over hun oor laten hangen. Dus je kan zo'n ingreep doen en dan zie je er verder niks. Nice. Het voelt echt super grappig. Ja? Ja. Oh, je ziet echt verschil, hé. Ziek, hè? Ja, serieus. Het is echt niet normaal. Oh, het voelt heel grappig. Dat je oor nu anders ziet staan dan je gewend bent. Of? Ja, ook, maar het voelt... Ja, ik voel mijn oor niet. Dat is gewoon een gek gevoel. Ja, dat is een verdoving natuurlijk. Zal ik je geheimje verklappen, Tess? Kijk, je hebt het net niet meegekregen, maar als je de beelden terugkijkt, dan zie je dat ze gewoon stiekem eigenlijk een iemands anders oor pakken. En dat we die toch hebben vervangen. Ik heb gewoon een oor van iemand anders. En gaat hij dan over 2 weken terug? Hilversum is dichterbij. Vanaf jou? Vanaf mij. Ja, want ik, ja, tenminste, als je denkt van nou, ik hoef Enzo niet meer mee. Maar ik zou wel graag gewoon het hele proces met jou mee willen volgen. Ja, gezellig toch? Dus niet alleen de intake en de ingreep, maar ook uiteindelijk de controle. Yes. Prima. En dat is over 2 weken dan. Nou is het nep, hè? Dit hebben we net ook al gedaan. Ja, dat is hoeveel is je kip eigenlijk? Nee, tweede keer. Beste, tot ziens. Ja, je weet wat je moet doen. Ja. En vraag of zorgen, je laat het weten. Maar dit moet verder goed gaan. Thanks. Ja? Okay. Super. Ik vond het ook heel erg mooi om mee te maken en te zien. Beste. En heel erg bedankt. Oké. En mogen we nog veel mensen helpen? Ja, dankjewel.
Ja, toch? Want dat is wel het mooie van het werk. Hopelijk zien we elkaar nog een keer. Oké, wie weet. Goed zo. Bedankt, dames. Helemaal top. Alsjeblieft. Nou, gaan we een glaasje water drinken. Hoppakee. Boom. Yeah. Dat was hem. Ja. Wat sick. Nice. En serieus, die ingreep was onder de 10 minuten. Ja, heb je bijgehouden? Ja. Dat is niet waar. Nou, ik heb niet precies bijgehouden op de seconde. Maar ik zag op mijn camera met opnemen dat het serieus onder de 10 minuten was. Nice. Echt super sick. Ik ben echt serieus heel erg onder de indruk van zo'n ingreep, hoe snel het wel niet gaat. En je hebt je groot gehouden, hè? Of viel het gewoon echt mee? Ja, het viel echt mee. Ja, het viel echt heel erg mee? Mee. Dus het is niet dat je een groot deals voor de camera. Nee. Super. Ik ben echt benieuwd hoe het eruit ziet. Wat jij hebt gezien. Snap ik, dan ga je terugzien. Ja. Gaan we nu een ijsje halen? Ja! Proost. Op een... Oh, sorry. Sorry. Wat? Waarom moet je lachen? Ja, ik weet niet, je keek zo raar. Vond je het leuk? Mm-hmm. Ik ben echt super benieuwd hoe je herstel zal gaan. En daarom is er dus nu een afspraak gemaakt voor over 2 weken. Dan zien we elkaar weer. En ik ben heel erg benieuwd hoe het er dan uitziet. En ja, wat je er dan over te zeggen hebt. Want als ik nu alles zo beoordeel, is alles super chill gegaan. Mm-hmm. En heel erg vlot. Mm-hmm. Dus dat is wel echt super nice. Dus mochten er nou mensen zijn die zeggen... Ja, gaat gewoon naar de kanaal. Het gaat nu nog lukt het maar. Snap je? Top. Dat betekende... Mochten jullie nou zoiets hebben van... Yo, ik vind het wel heel erg interessant. Ik ben er gewoon onzeker over. En het lijkt mij ook wel wat. Check dan even het linkje in de beschrijving. Van Beekman Kliniek. En dan kan je daar alle informatie vinden op de web. Error! Dan kan je daar alle website informatie vinden. Dan kan je daar alle informatie van de website. Dan kan je gewoon alles kan je vinden. Alles! Check maar! Alles kan je vinden daar. Helemaal top. Dus wat kun je op de website vinden? Alle informatie. Alles. Over een flapwoordcorrectie. Mm-hmm. Alles. Mm-hmm. Nu je die ingreep hebt gehad, kan je ook uit je bio van Instagram flapwoord halen. Ja, ik zou gelijk even veranderen. Want dat had ik er inderdaad staan. Ik vond het gezellig weer met je. Ja, dan zeg je meestal iets terug. Van ik ook met jou. Of net zoals mooie kleren. Dat je dan gewoon zegt, oké. Okay, dan... Ik kreeg die af niet weg. Ja, ik ook met jou. Nou ja. Het gaat echt goed dit. Nee, ik vond het ook leuk. Mooi zo. Ja, ik ben ook oprecht heel blij dat ik geen flappel meer heb. Nou, dat is fijn. Ja, daar doen we het voor. Ja, dat was de bedoeling toch? Ja. Ja, top. Nee, is zo. Nou, meer kunnen we er niet van maken. Wil je als laatste nog iets tegen de kijkers zeggen die ermee zitten? Die het lastig vinden? Ja, wees niet onzeker over hoe je eruit ziet. Want je bent prima zoals je bent. Mocht je er wel mee zitten, ja, doe vooral wat je niet laten kan. Als jij het wil aanpassen, dan pas je het aan. Maar niet omdat andere mensen er iets van zeggen, denk ik. Gewoon blijf bij jezelf. Ik vind dat een hele mooie. Ik sluit me daarbij aan. Blauw duimpje omhoog. Voor jezelf. Ja. Dus ik ga meteen weer ijs eten. Echt zo. Ben je klaar? Jij bent klaar met praten? Oké. Okay. Ik loop wel naar huis. Kom terug! Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie bazen morgen heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol power!